NTR. Gezelligheid en het publiek heeft er zin in. Mijn boys gaan. Yes, goedenavond. Welkom allemaal, jongens. Is er nog een nieuwtje van de straat? Is er nog iets wat wij moeten beginnen voordat we de show gaan starten? Nou, dit wilde ik zeggen. Gisteren op straat kwam er iemand naar me toe die zei: hé, jij bent goed. Ik zeg: dankjewel. Hij zegt: waarom ben je gestopt met de Dino Show? Maar dat is niet de eerste keer, hè? Nou, het is iets wat wij wel kennen. Ik heb een keer in Hilversum was ik aan het eten. En toen kwam de chef naar voren dat hij een eer vond dat ik daar zat. En toen kreeg ik zijn vrouw aan de lijn. Praat hier alsjeblieft. Zeg iets tegen Umberto. ik heb hem gesproken, hè? Dus ik heb Umberto nagebeld. Umberto, jij was in Hilversum, voordat je het weet. Je hebt met een vrouw gesproken. Ik ben een keer jou geweest. Nog nooit heeft iemand tegen mij gezegd: hey Howard, dat ben ik nog niet geweest. Gek. Nee, maar ik heb wel zo'n soort ding meegemaakt toen we in Suriname waren. Toen kwam ik die jongens van Replay tegen. Ja. Die waren toen met z'n drieën. Ja. Toen begonnen we een beetje te wandelen met z'n vieren. En toen kwam deze mevrouwtje naar me toe. Die pakte mijn hand. Zei ze: ik vind het zo leuk dat je weer bij de groep terug bent. Maar, ik bedoel, ik ben toch niet de dikke dakrie, toch wel? Yes. Oh, jongens, we gaan het spel spelen. Ik heb voor jullie drie topkandidaten. Ik heb namelijk een doornroosje. Ik heb een lekker hapje en ik heb een vintage dame. Jullie gaan bepalen met wie jullie gaan spelen. Ik heb een vraag. Degene die de vraag het beste of het snelste en het beste beantwoordt, mag kiezen met wie die gaat spelen. Hier komt jullie makkelijke vraag. Of jullie willen een moeilijke vraag. Wat willen jullie? Makkelijk. Dat is goed, want ik heb ook maar één vraag. Oké, daar komt ie. Noem de vier basisingrediënten in een kapsalon. Roué als eerste. Ah, knop aan de hand, man. Ja, hij weet er maar drie. Patat? Ja. Waarom? Shawarma vlees. Knoflooksaus. En een bakje. Ik zei het toch. Ik ga heel even, Howard, als jij nog een ingrediënt aan toe kan voegen, dan... Tuurlijk kan ik ingrediënten toevoegen. Kaas, salade. Hoppie, ingrediënten. Bakje telt niet. Ik mis nog één heel belangrijk ingrediënt. Eigenlijk kaas. Warme sla. Dat zei ik. Nee, dat je zei sla, maar niet warme sla. Oké, maar jij zegt het eng. Ja, warme sla. Zo voel ik het als ik het eet. Maar goed, dan bij deze. Maar eerlijk is eerlijk, Roué had het meest. Dus Roué mag beginnen. Roué, wie wil je in je team? Vintage. Een vintage dame. Deze vintage dame kun je wakker maken voor de rotti van haar vrouw. Mm-hmm. Haar beste vriendin noemt haar grote smurf. Haar grootste blunder was een abonnement op de sportschool. Hier is ze, Diaan van Staveren. Hallo. Hallo. Gezellig. Ja, dank je. Hey, Diaan. Goedenavond. Ik zei het net, maar jij zei... jou kan je s'avonds wakker maken voor de rotti van je vrouw. Mm-hmm, ja. Dat betekent gewoon... De rotti van mijn vrouw. Mm-hmm. Mm-hmm. Want je hebt een... Ik heb een vrouw. Die rotti maakt voor je. Die fantastische rotti maakt. Oké, top. Een blanke vrouw zelfs. Een blanke... Die rotti maakt. maar is dat zo'n bakje? Nee. Howard, ga ik een rotti voor je meenemen. Is goed. Echt goed. Hey, je bent wel in mijn team, hè? Niet steeds met Howard. Hij krijgt alleen rotti. Hey, en Murt, dan ben jij. Jij mag nu even kiezen. Ik denk dat ik het lekkere hapje voor jou laat. Dank u. Dank u. Astu. Door een roosje. Hij gaat voor een door een roosje. Oké, zij werd vroeger Barbie genoemd vanwege haar perfecte maten. Inmiddels is ze 40 jaar. Ze is al 7 jaar vrijgezel. Een groot fan van SpongeBob. In haar vrije tijd slaapt ze graag en veel. En vanavond gaat Murt haar proberen wakker te kussen. Of blijft ze slapen. Hier is ze dan, Sherida Romy. Yeah!
Oké. Hij is enthousiast. Oké, okay, afstand. Ja, welkom. Ja. Wees welkom. Maar 7 jaar vrijgezel. Ja, klopt. En dan dit. Dan, hoe lang slaap je dan? Wat is er? Ik slaap al heel lang. Dus niemand... Ik ben uitgerust. Heren, ik ben uitgerust. Oh, je bent er nu klaar voor? Ik ben er klaar voor. Je bent klaar voor je SpongeBob? Ja. Oké, dan blijft er nog eentje over voor jou, Howard. Een lekker hapje. Deze is hij. Is getrouwd met een... Hij is getrouwd met een witte vrouw. Zij is een politieagent. Hij heeft wel een fascinatie voor de zwarte vrouw. Maar dat mag hij niet uitspreken, tenminste niet hardop, van zijn witte vrouw. Als hij op straat loopt, wordt hij vaak aangestaard. En als hij met zijn hondje loopt, dan zeggen vrouwen vaak niet van... Oh, wat een leuk hondje. Maar doe mij die vent maar. Hier is hij dan, Sjoerd van Kuijen. Welkom. Dank je. Getrouwd met een politieagent, een fascinatie voor de zwarte vrouw. Mag ik weten, wat is dat ding van dat zwarte vrouw wat jij wilt? Wat is dat ding? Ja, daar moet ik nog even over nadenken, maar... Je mag het... Ik zoek naar die aardbei. Je zoekt naar die aard... Wow, oké. Jullie gaan aardbeien zoeken vandaag, Howard. Wij gaan een snelle ronde spelen om elkaar een beetje te leren kennen. Ik ga een vraag stellen, weet je het antwoord? Druk meteen. Elk goed antwoord ga je 10 punten verdienen. Handen bij de knoppen. Hard. Hier komt de eerste vraag. Hoeveel mensen zijn de afgelopen 1,5 jaar op straat in Amsterdam geliquideerd? Team Howard. 16. Tussen de 15 nee, wacht even. Ja, wacht even. Want, Sjoerd, jij zegt nee. Dat zijn er 20. 20. Sjoerd zegt 20. Howard? Hij gaat met een politieagent, dus we spelen 20. Wij spelen 20. Is het 20? Jawel, het is 20. Precies. Sowieso. Hij heeft de eerste aardbei al verdiend. Oké, handen weer bij de knoppen. Damsko is Amsterdam, Roffa is Rotterdam, ja. Maar waar ben je als je in Skeffa bent? Scheveningen. Ja. Je zegt meteen Scheveningen, ja. En daar bekroon ik met een applaus en 10 punten, wat was correct. Ja. Gaat lekker. We hebben een hardwerkende koning, maar iedereen vraagt zich af... Oké, hij verdient een passend salaris, maar wat schuift onze koning naar binnen? Hij weet het. Het is ongeveer 8 ton. Ik hoor hier, mensen, wat? Hij kreeg 8 ton? Ja, oké. Okay. Het klopt. Het klopt, oké. Ik betaal het zelf, vriend. Ja, het klopt. Ik heb het zelf gestort met mijn belasting geld. Het klopt, oké? Wow. En je hebt eigenlijk gelijk. Hij verdient ook 8 ton. Ja. Heb je... Ik hoor hier mensen van nee, echt waar. Hoeveel dacht u dan? 8 miljoen per jaar? Hé, hey, ik weet niet. Daarom gaat het niet goed, hè, zwarte. koning, als een zwarte koning. 8 miljoen! Wat 8 ton? 8 miljoen! Cash! We kijken even naar de tussenstand. Team Howard, wat aan de leiding gaat met 20 punten. Yes, applausje. Wij gaan naar de volgende ronde. Yes! Ja. Wij spelen Ik hou ook van Holland. Wat weten wij eigenlijk echt van elkaar in Nederland? We hebben het gevraagd gewoon aan elkaar. Dingen die we echt wilden weten, hebben nu een top 5. Ik ga beginnen bij Roué. Wat is het favoriete standje van de Nederlandse man? Bedoel je nou met de Nederlandse man de witte man of mannen in Nederland? Mannen in Nederland. Ah, okay. Dus dan wij horen ook bij de Nederlandse man. Ja. Jullie horen zeker... Hé, maar dat heeft invloed op de uitslag. Ja. Want dan zeg ik,
Want dan zeg ik de krakka. Ken je die? Wow. Je kan niet met een krakka komen, kerel. Niet krakka. De krakka, de bamboe krakka. De bamboe krakka. Kijk, in Suriname is de katapult, dat zo noemen we een krakka. Dus dan gaat die vrouw liggen, die beide benen gaan zijn krakka zo. Omhoog zo. En dan zie je de mooie die aardbei. En dan... Weet je dat zo? De krakka! Krakka! En dan... Maar dit is een beetje hoog, want dan moet je eigenlijk... Die krakka zo... Hoe laat zenden we dit uit? Nee. Ja, huh? Ik denk dat het uitzenden. Okay. Is het voor of na 11 uur? Maar Roei, is dit in het ziekenhuis? Want de kracht kan het ook. Oké, laten we kijken wat het Nederlandse volk zegt. Roei zegt krakka, oftewel de katapult. Nee. Ik denk niet. Ja, 69. Er gaan mensen vanavond gewoon krakken. Er gaan vrouwen uit de raam vliegen vanavond. Wacht even. Oké, team Murt. Yes. Kijk, weet je wat er gebeurt? Ja? Dus dan, je bent een team, dus je bespreekt dingen. Maar ik hoor ineens in mijn linkeroor... Ik denk standje 69. Ja? Dat is een goeie. Oké dan, Barbie. Dit gaat... Dit gaat... Maar mag ik een voorstel doen? Tuurlijk. Zittend. 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 Oh, wow, ik hoor een vrouw. Nee. Ik wil niet. Nee. Het gaat over het favoriete tijdje van de man. Doe een beetje mee. Maar oké, zij zegt... Van de man. Maar van de man. Leg uit, zit het. Dus oké, kijk. Dus daar zit je, aha. Vrouw. Ja, aha. Ja, en dan... Oké, nee, sorry, oké. Okay. Continueer uw verhaal. Okay. Je bent een man, aha, je zit, aha, vrouw op je, het liefst reverse. Reverse? Ja, dus dan kijkt ze die kant op. Aha. Op de bank, televisie, zo. Ja dan? Ja dan? Kijk, maar je moet achter, die meneer achter, die gaat gewoon dood. Door die weg. Ja. Dat wilde ik altijd. Dat wilde ik. Men, dit is jongens ook educatief. Je steekt wat op. Maar zittend noem je vaker ook dus de oké, okay, ik denk dat het goed gerekend wordt, want ik weet wat erin zit. Ja. Wow. Maar ik ga uiteindelijk, dus de cowgirl is wat? Ook zittend, toch? Ja, dat is de reverse is zittend. Ja. Je hebt ook nog de koe, dat is de dikke nicht van haar. Maar dit is de cowgirl. Oké okay, dan. Howard, voor jou nog eentje. Nou ja, ik heb een theorie. Okay. Waardoor we automatisch uitkomen bij nummer 1. Okay. Kijk, we zeggen het favoriete standje van de Nederlandse man. Aha. Maar in dit land zijn de witte mannen met de meeste. Ja. Dus wat zij zeggen, dat wordt nummer 1. Okay. Witte mannen zijn... Sjoerd zegt ja. Yeah. Witte mannen zijn geen beelmannen, ze zijn tietmannen. Aha. Ze willen Bobby zien. Aha. Nou, Bobby zie je alleen als je er een rugliggertje van maakt. Aha. Dus daarom denk ik dat ze kiezen voor missionaris, want dan ligt ze gewoon en dan zien ze die Bobby's. Howard, wat voor Bobby's gaan zo? Die Bobby's. Oh, wacht even. Wat doet die kerel dat het zo? Zijn best. Oké, okay. Hij doet zijn best. Favoriete standje van Nederlandse man. Zij zeggen missionaris. Waar staat hij? Oké. Je wil zeggen dat die computer nergens iets kan vinden voor de krakka. Krakka! Roué, de alternatief, een andere naam. Ik denk dat de krakka zelfs illegaal is. Ik denk dat bij hier, wie zijn... Oh, deze hier, nee! Mevrouw, wat zegt u? Nee, ik ben niet nieuwsgierig. Je bent nieuwsgierig geworden naar de krakka. Oké. Okay. Roué, ik ga jou voor dan verhuren. 15 euro, dames. Ik betaal zelf 50. Ze betaalt 50, mijn god. Oh,
jou. Die gaat rechtstreeks naar je verzekering, want je gaat niet meer kunnen lopen. Oké. Okay. Oké, dan. Wat vinden wij op nummer 5? Op nummer 5, de kruiwagen. De kruiwagen, ja. Wat is dat? De kruiwagen is als je de vrouw zo optilt en je loopt erin. Maar die is ook niet echt geliefd bij mannen met een hernia. Dus dat is gewoon... Op nummer 4, de staande whip. Als je haast hebt, toch? Ik moet... Snel in de gang. De staande whip. En op nummer 1... Zie je? Ja, maar dan sta je ook. Yes, we gaan naar de volgende ronde. Ja, het is tijd voor Pick-up Lines. Hey. De boys moeten een teamgenoot gaan versieren. Maar één ding belangrijk op straat is... je moet kunnen versieren. Maar hoe doe je dat? Hoe versier je teamgenoot? Jullie gaan namelijk niet als jullie zelf versieren, maar je gaat als een bekend personage ga je versieren. Je mag nog niks zeggen als je versierd wordt. Pas aan het einde van het lied mag jij, als ik het je vraag, wie denk je dat jou nou aan het versieren is, dan mag je dat roepen. Ik begin met team Murt. Dus lieverd, Sharida, kom maar lekker staan. Murt, hier is jouw personage. Ga je dat doen? Hemels. Oké. Ik heb het gevoel dat Sharida sowieso met hem meegaat, wat dan ook. Maar goed, Sharida, heb jij een idee wie jou aan het versieren was? Ik denk een pastoor. Hij heeft een hogere functie dan een pastoor, iets hoger. Ja, Jezus of... Howard, Sjoerd, kom alsjeblieft naar voren. En jij gaat iets ervaren. Sjoerd. Ja, gaat goed komen. Sjoerd, jij hebt gezegd, jij hebt een fascinatie voor een zwarte vrouw. Deze is geen zwarte vrouw, maar die heeft wel rondingen, dus geniet ervan. Howard, hier komt jouw personage. En je muziek start nu. Go! Hallo. Wil je met mij een spelletje spelen? Ik ga even dit doen. We kunnen de eerste helft, we kunnen de tweede helft. Alleen in de tweede helft gaat mijn haar de andere kant op. Ik vuil mijn nagels, ik poets mijn tanden, ik heb iemand die mijn tanden voor me stookt. En ik hou van tapas. Okay. En dat eet ik te pas en te onpas. Ik ben heel benieuwd, Howard, wie jij denkt dat je bent. Oké, Sjoerd. Ik ben een beetje schizofreen. Nog net op het laatste moment gooide Howard nog een hint erin. Sjoerd, heb jij een idee? Roy Donders of zo. Roy Donders. Hij zegt Roy Donders. Roy. Maar hoe dan? Wat precies? Oké, nee. Het was alles behalve. Wat was Cristiano Ronaldo? Cristiano. Dan moet je zo doen. Dat deed hij. Nee, dat. Nee. Ja. Nee. Ja, ah, ja. Ja. Kunnen we. Ja. Oké. Diane. Oké. Nou, Lady in Red. Daar gaat hij komen. Roué, hier is jouw personage. Hier komt je muziek, broer. Je houdt van rood, na? Ja? Ik hou van rood. Zeker bij mijn tegenstanders. Luister, wat denk je ervan? Jij en ik. Rood feest. Jij helemaal wit, ik helemaal wit. Wat een sensatie. Bouw! Hey, ja toch? Ja. Hou je van voetbal? Nee, ik kan niet voetbal.
je zou zo'n voetbalvrouw kunnen zijn. Een ex-voetbalvrouw. Oké, Diane. Mevrouw van Staveren. Heeft u enig idee? Absoluut niet. En weet je? Het is een sensatie, hè? Het is een sensatie. Jullie zijn in het wit. Je moet fris beginnen. Even je hoofd lekker badderen, maar fris beginnen. Gewoon. Fris. Oh. Dat is een hint, hè? Nee, ik weet het niet. Nee, ik vind het echt niet. Badder Harry. Jezus. Oh, maar die... Oké, wij gaan even kijken naar de tussenstand. Wij gaan door naar de volgende ronde. We gaan het publiek in. Ik ga zo een verhaal vertellen. Het is aan jullie om te raden wie het overkomen is. Er zitten drie mensen achter mij. Ga maar even staan. Alle drie. Wie van deze personen is het volgende overkomen? Zijn jullie er klaar voor? Hier komt het verhaal. Resultory. Deze jongen wilde een meisje redden in de club. Ze zat helemaal daar bezopen aan de bar. Stond op het punt slachtoffer te worden van twee enge gasten. Want die gasten waren aan het overleggen wat voor nasty dingen ze met dat meisje zouden gaan doen. Maar hij dacht, wow, dit kan niet. Dit laat ik niet overkomen. Ik ga haar redden. Hij ging naar haar toe, vroeg, wil je hulp? Maar die gasten duwden hem weg van, rot op. Dit is onze Tori. Ga weg. Maar hij dacht, nee man, ik ga water voor haar halen, want ze moet weer nuchter worden. Maar toen hij wegliep, nog in zijn ooghoek, zag hij een barkruk zo richting zijn hoofd aankomen, zo. Een vriend van hem sprong ervoor en blokte dat barkruk. Wat denk je? Het waren niet die twee gasten die dat ding hadden gegooid, maar dat dronken chick. Wat een verhaal. Maar wie van deze drie mensen is het overkomen? Elke team mag één of twee vragen stellen aan één van de drie. Murt, ben je klaar ervoor? Aan wie wil je een vraag stellen? Aan wie wil je een vraag stellen? Probeer anders vandaag iets te vragen. Probeer anders. Nee, ik weet het niet. Stel jij een vraag. Ja? Aan nummer 1, vraag. Hoe is het met die vriend van je afgelopen? Nou, gelukkig goed. Wauw. Was een lange dag. Nee, hij heeft er alleen wat blauwe plekken aan overgehouden. Oké, maar wij hebben een stemmen voor vorm, zodat je dat niet kunnen, hè? Dat je niet denkt van hij praat echt zo als de neef van Barry White. Nee, het is echt gewoon. Oké dan. Sherida, heb je nog iets voor hem? Wat heb je met het meisje gedaan toen ze de barkruk op je heeft geslagen? Hey. Wat heb je met haar gedaan? Ik werd eigenlijk heel erg agressief. Maar. Nee! Nee, ik ben gelijk weggetrokken, gelukkig. En ik kwam beveiliging. Beveiliging heeft hem weggetrokken. Oké dan. Howard, voor jou. Wie denkt dat het eerste? Stel maar de vraag. Nou, wij hebben het vermoeden dat het om nummer 3 gaat en die willen we graag een vraag stellen. Oké. In welke tent was dit? Dit was een Club 4. Ik heb een gevoel dat dat gewoon zijn echte stem is ook gewoon. Sjoerd? Sjoerd? Met zo'n stem kom je Club 4 toch niet in? Dat was als een Sjoerd? Heb jij een vraag? Ja, ik ben wel benieuwd wat voor soort feest dat was. Het was een clubje en het was... Het feestje heette Happy. Happy! Happy! Oké. Diane en Roué. Diane. Ik wil vragen aan meneer 2 of je zelf wel veilig thuis bent gekomen. Meneer 2. Ik werd gelukkig wakker in mijn eigen bedje. Met of zonder dat meisje? Wel met kleren uit. Ik heb ook een vraag, maar aan nummer 1. Kun je deze zin even zeggen? Hé hey, schatje, ga met me mee, dan pak ik je een krakka. Oké. Nee, herhaal. Schatje? Schatje, ga met me mee, dan pak ik je een krakka. Oké. Schatje, ga met me mee, dan pak ik je een krakka. Maar dit lijkt alsof hij dit eerder heeft gedaan. Ja. Dan ben ik toch wel benieuwd naar nummer 3. Nummer 3, herhaal datzelfde zin. Schatje, ga met me mee. En schatje, dan... ga met me mee. Dan geef ik je een krakka. Niemand
Niemand gaat met je mee, niemand. Jij krijgt een klapper en nog rotter. Oké. Okay. Mag ik van jullie alsjeblieft de nummers, of de nummer van wie jij denkt? Okay, dat degene die dit is overkomen. Howard, ja? Team Howard, Sjoerd, schrijf het op. In 2, 1, oké dan. Laat maar even zien wat jullie hebben. We hebben 2 twee's, we hebben 1-1. Diaan, waarom denk je 1? Omdat u het verhaal vertelde, toen luisterde hij zelf niet. Dus ik dacht, hij kent hem al. Oh, oké. Maar misschien is hij ook niet eens geïnteresseerd. Nou, hij zat een beetje rond te kijken en de rest stond helemaal zo. Hij was bezig met zijn krakken. Met jouw verhaal en hij keek een beetje, ja. Sjoerd, 2. Ja, ik heb gewoon voor het midden gekozen. Oh, top. Waar de aardbei zit. Ja, hij is rood. Rood t-shirt. Sherida, en waarom niet nummer 3? Nou, nummer 3 lijkt mij te lief, nummer 1 te agressief, dus ik ga voor de middelste. Oké, cool. Mooi onderbouwd. Oké, dan wil degene die dit is overkomen blijven staan en de andere 2 gasten gaan zitten. Oké, dan. Meneer, mogen wij uw volledige naam hebben? Jasper, je weet. Yes, Jasper, je weet. Dat is gewoon jouw naam. Ja. Je weet. Is, yes. Yes, oké. Het kan ook zijn stemmetje even weg, alsjeblieft. En, het zal weg. En, maar Jasper, vertel eens even. Dus jij zag die chick en jij dacht van... Want jij, leg even uit, jij was daar... Ja, nee, ze was echt gewoon... Yes. Nee, ze was totally wasted gewoon. Echt helemaal KO op de bar. Yeah. En er stonden echt 2 van die piranha's achter haar. En ik dacht maar, hé, ze gaat haar maar gewoon even helpen. Yeah. Dus ja, ik ben een aardige jongen, dus je hebt gelijk. Nu moet jij uit mij kiezen dan. Yeah. Niemand heeft punten, wij gaan door. Dankjewel, applausje voor Jasper, je weet. We gaan kijken naar de tussenstand. En die is pittig, want Team Roué staat op 45 punten. Team Howard op 55 aan de kop, aan de leiding. Team Murd met 85 punten. Maar er kan van alles nog gebeuren, want het is nu tijd het finale spel. Wij gaan naar woordje plak. In het finale spel maken ze zinnen door woorden om en om achter elkaar te zetten. Kortom, woordje plak, maak je een fout, aarzel je te lang, dan ben je af. Het thema is pink, want het is pinksteren. De winnaar van dit spel verdubbelt zijn punten, dus er kan van alles gebeuren. We beginnen bij degene met de minste punten. Dus we beginnen bij Roué. Daarna gevolgd door onze prachtige mevrouw Van Staveren. Dan zo door. Dus zo. Oké. Chlamydia is een vervelend geval. Maar soms kan je ook. Oh. Maar kan je zijn 2 woorden. 2 woorden, kan bro. Kan je? Hij bedoelde kan je. Nee. Nee. Helaas. Moet je hoed af. Moet ik streng zijn? Je hoed gaat af, brilletje af. We gaan naar de volgende zin. Mijn moeder zei altijd tegen mij dat ik niet meer op de plaats. We gaan door, oké. Ik heb de laatste tijd last van mijn hoofd. En ook van mijn armen. Want ik... Hé, hey Barbie, je doet niet mee. Zet toch je hoed af. Dit is een echte Barbie. Het is letterlijk een Barbie. Het is letterlijk een Barbie. Het is knap, maar voor de rest slapen. Zie je? Zie je wat er gebeurt als je de hele tijd slaapt? En als SpongeBob kijkt, zie je wat er gebeurt? Bij deze, als je af bent, ben je af. Dus je mag niet meer meedoen. Ik zag op straat een lopende eend. Die toevallig naar huis liep. Om te plassen. Want hij had plasdrang. En daarom moest hij nodig plassen. Op het toilet. Daar. Waar. Daar, zei ik. Waar. He? Kijk, daar. Nee. Toen hij zei waar, dacht ik dat hij me niet begreep. Nee. Je kan niet op de beurt pakken als hij niet doet. Ja, Howard. Howard, helaas. Helaas heb je... Inderdaad. Weg.
Oké, dan. Oké, luister. Wat er nu gaat gebeuren is, dan maak ik het iets moeilijker. Je moet nu 2 woorden gebruiken. 2. 2. Oké? 2 woorden. Murt, jij gaat beginnen. Hier komt jouw zin. Kim Kardashian vind ik... Best wel. Is 1 woord. Best wel is 2 woorden. Best wel. Ja. Best wel is 1 woord. Dat is een zin. Hoe kan best wel 1 woord zijn? Maar ik zeg is 1 woord. Best wel is 1 woord, dan moet jij nu. Ik hoor het echt. Dit gaat nu tussen wat Murt. Wat gebeurde er? Ik hoor het serieus niet. Ik hoor het serieus niet. Weet je hoe je eruit ziet? Hoor is jouw enige probleem, weet je dat? Oké, luister. Oké, we beginnen bij jou, Diane. Het eerste dat ik denk als ik opsta 's morgens, is dat ik absoluut eventjes naar het toilet. Moet omdat... Ik moet... poepen. Hard. Nee, dat is te lang, schat. Je mag niet... Ja, ik mag ook in de lach schieten. Helaas. De winnaars is een poppetje daar, Barbie. En Murt. De eindstand is... 45 voor team Roué, 55 team Howard met 170 punten. Betekent dat team Murt gewonnen heeft. Geef ze een groot applaus. Volgende week zijn we er weer, dus jij ook. Ik zou zeggen, wees lief voor elkaar. Lekker op straat, feesten, maak er een feestje van. Tot dan! Je weet sneller! NTR, speciaal voor iedereen.